gemeente, je bestuurlijke taak heb je vervuld, met name bij dit Corso. Ja. En als je nu heel in het, als je nu dit ziet, dit Corso van vandaag en het Corso van 1956 was het, hè? 57. 1957, ja, tussen die beide Corso's was natuurlijk een enorm verschil. Ik herinner mij nog wel dat dat eerste Corso, dat was ook wat het weer betreft niet direct onder zo'n gelukkig gesternte geboren. Want dat eerste Corso werd namelijk gehouden op de luchthaven, op het platform van de luchthaven Eelde. En daarbij was ook een enorme wind aanwezig. En op zo'n vliegveld voel je dat natuurlijk nog heviger dan in een dorp. Dat eerste Corso, dat bestond uit wagentjes soms van een meter of vijf lang. En nu zijn die wagens veel groter, zoals en nu hier. Zijn ze 12 bij 4 bij 5. Dus wij kijken nu op dit moment, als ik je even mag onderbreken, ja, naar Parijs. De... Nee, wij kijken, pardon, ja, naar de wagen Parijs. Ja, je hebt gelijk. Ja, wie zit er nou 36 jaar bij het Corso? Ja, zo is dat. Nee, prima. Ik ben niet degene die je tegenspreekt, maar dit is Parijs, wereldstad van mode. Met in de skyline de kenmerkende Eiffeltoren zien we. Ja. En met de kunst op straat. Deze wagen, ze mogen hooguit 6 meter hoog zijn, geloof ik, hè? Ja, 5 meter eigenlijk maar, hè? Maar er zijn er een aantal bij. Er is er een aantal bij wat iets hoger is. De lengte houdt men aan op zo'n meter of 11, 12 maximaal. En de breedte 4 meter. Dat zit natuurlijk heel nauw in verband met de breedte van de weg. En hier zien we hoe laat het is. Big Ben is watching you. Big Ben is watching you. Dat weet iedereen natuurlijk. Big Ben is Engeland. Engeland, van de wijk Spierveen. U hebt het al gezegd. Dat was de wagen die vorig jaar de winnaar was. Ontwerper Heiko Meijer. En deze wagen die is dit jaar niet zo ver gekomen. Die is dit jaar tot een totaal 11e plaats gekomen met 331 punten. En een zogenaamde 2D-prijs. Men kent namelijk eerste, tweede en derde prijzen in het Corso. En daarnaast heeft men in zijn totaliteit dus 1 ere en eerste prijs. Dus iedereen heeft een prijs? Iedereen valt in de prijs. Ja, inderdaad. Zo is het. Ja, gebukt onder het gewicht van het verleden probeert Big Ben haar wijzers van de klok in beweging te houden. De aardigheid van deze wagen is dus nog dat die Big Ben... nu horizontaal ligt, maar dat hij straks bij de tentoonstelling vanavond en morgen en vanmorgen ook al bij de jurering, dat hij dan verticaal gaat en dan een hoogte bereikt van 10,60 meter, heb ik mij laten vertellen. De Queensbury Scouts Band, een padvindersband uit Engeland, sluit aan op het motto Europa 92 en ook op deze Big Ben is watching you. De Queensbury Scouts Band is op dit moment in Nederland voor een korte vakantietournee. En het was een mooie gelegenheid om ze hier dan ook te laten optreden. Terwijl we kijken naar Spanje. Ja, het land van de... We kijken toch nog even weer naar de Big Ben, die daar zo scheef ligt. Ja. Ja, in alle lengte is het natuurlijk schitterend om te zien trouwens. Dat is als je in Westminster, in Whitehall en in Downing Street, in het regeringscentrum in de Britse hoofdstad loopt, dan is dat ook een fraai gezicht. Ja, en dan het onvermijdelijke stierenvechten, dat zit natuurlijk aan Spanje vast. Gelukkig gaat het hier zonder het vergieten van bloed. Integendeel, het is een schitterend gezicht deze stier te zien als vertegenwoordiger van een... prachtig vakantieland, maar wel met zijn eigen folklore en tradities. Met Don Quixote, Don Quixote, de dwaze, dwalende ridder. Met zijn malende vechtlust. Een heleboel muziekkorpsen naar Nederland halen. Muziekkorpsen uit allerlei EG-landen. Ab, jij hebt je al op de hoogte gesteld van degenen die in de prijzen vallen. Hè? Ja. Je zult mij wel even willen attenderen wanneer het zover is dat we een winnaar tegenkomen. Deze wagen Spanje die had een 3B-prijs met 314,5 punt van de jury. Die wagens die worden namelijk op 4 criteria beoordeeld. In de eerste plaats op kleur, op het toeverk, op de algemene indruk en op de aankleding van de wagen, de uitvoering van het onderwerp. En daarbij wordt de algemene indruk met 3 en die overige 3 criteria met 2 vermenigvuldigd. En dan krijg je dus een aantal punten, waardoor deze wagen dus in totaal 15e werd van de 18. Nou, dan ben ik benieuwd wat de Lille Havenvuur, dat is de fraaie zeemeermin die in de Kopenhaagse haven ligt, of liever gezegd zit uit te kijken, wat of
die in de prijzen weet te slepen. Want dit is Tivoli, het pretpark van Kopenhagen. Ja. En nou, dit is dus duidelijk Denemarken. Dit is Denemarken en deze wagen is heel hoog beoordeeld. Deze wagen heeft een 1D-prijs gekregen. Maar niet alleen een 1D-prijs met 343 punten. Het is dus de zesde van de 18 wagens in totaal. Men heeft ook de arrangeursprijs gekregen. En die arrangeursprijs die gaat dus in dit geval... want de wijk heeft maar één arrangeur naar de heer Aard Brouwer uit Zaandam. Ja, dat is dus iemand die wel niet bepaald uit de buurt komt. Nee, hè? Ik denk dat Brouwer is de man die het verste komt van alle arrangeurs. We hebben ze er ook bij. Frits Rietsen komt uit Ommen bijvoorbeeld. Maar de meesten die komen hier toch pakweg uit Hoge Zand, zoals Geert Huizing, de vroegere Eeldenaar. En ook een aantal uit Eelden zelf. Nou, en wat dacht je van de muziek? Deze muziek komt uit Houthalen. En als u niet precies weet waar dat ligt, dan kan ik het u niet kwalijk nemen. Want dat ligt namelijk in België. Het is een Belgisch paradekorps dat 30 jaar geleden werd opgericht. Oude klaroenen werden her en der opgekocht. De eerste drummers roffelden op de tafels van de jongensschool. Maar nu hebben ze toch een compleet paradekorps met trompetten, jachthorens, trombones, sousafoons en weet ik al niet veel. En ze behaalden dit jaar, dat was 74, behaalde het korps een eerste prijs in de eerste divisie op het wereldmuziekconcours in Kerkrade. En dan zijn we weer een beetje dichter bij huis. Ja, prachtige show. Paradekorps demo uit Houthalen in België. Wij veronderstellen niet alleen, maar we weten zeker dat dit Belgische korps gevolgd wordt door Manneke Pis, de vertegenwoordiger van België. Inderdaad. Dit is de wagen België dus. Ontwerper is Homan Bonder. Dat is een Eeldenaar. Oorspronkelijk afkomstig uit een plaatsje hier vlak in de buurt. Ieder de Punt in de gemeente Vries. Maar al jaren woonachtig in Eelden. Homan Bonder komt niet direct uit de bloemenwereld. Hij is namelijk opticien in Groningen. Arrangeuse van deze wagen is Annie Ottema. De wagen werd beloond met een 3E-prijs. De laagste prijs van de 18 dus in feite en 306 punten. U moet ook eens letten op de gevel van de Belgische woning, die geheel op schaal eigenlijk is nagebouwd. 100 jaar wordt daar al verzond. Sommige badplaatsen vieren zelfs al 100 jaar bestaan. Zo hebben ze toegevoegd. Veldpudersblad is erin. Het Nederlandse strand hebben we hier. Nederland is, zou je kunnen zeggen, vertegenwoordigd met 2 wagens. Want daar waar maar 12 EEG-landen zijn, kun je natuurlijk niet 18 wagens, en zoveel telt het voor zo, kun je natuurlijk niet 18 wagens even naar een ander land. Het Nederlandse strand. Nederlandse kust, zijn prachtige duinen en mooie zandstranden. Het is hier verbeeld met de badgasten van nu en van lang geleden. Het Nederlandse strand, dat werd beloond met een 1C-prijs. Dat is dus een nog hogere waardering dan we tot dusver gezien hebben. 344,5 punt, maar dat niet alleen. Het kreeg ook de ontwerpersprijs. Een hele bekende ontwerper langzamerhand hier in onze gemeente is Egbert Boerma, een wiskundeleraar. Die al heel wat ontwerpen gemaakt heeft en die dit ontwerp heeft gemaakt voor... de wijk rond de Wieken in Paterswolde en daarmee dus de ontwerpersprijs kreeg. De Duitse adelaar. Duitsland grenzeloos groot aan cultuur, recreatie, economie en sport. En sportief gezien toonaangevend op deze Corso-dag is de begeleidende tekst bij deze wagen. Wel, we zien geloof ik Beierse Alpenjagers. We zien bierpullen, want een bierstoel hoort er natuurlijk zeker bij. En 2 grote tennisrackets met de nodige tennisballen. En ik mag aannemen dat dat slaat op Boris Becker en Steffi Graaf of zoiets. Nee, maar even wel. De wagen die werd beloond met een 3C-prijs. 311 punten. Noemenswaard is hier nog even dat Aldrik Lokhorst, de ontwerper van deze wagen, ook amateurkampioen is van Nederland in het bloemschikken. Hij is in zijn dagelijkse beroep ook niet werkzaam in de bloemenwereld. Hij is... grafisch vormgever bij een grote gloeilampenfabriek in het zuiden des lands, zoals dat dan zo vaak heet, maar wel in de vestiging Groningen natuurlijk, anders zou hij wat te ver van huis zijn werk vinden. Arrangeur Sjouke Boyers, een leraar van het Elema College uit Eelde,
Michiel Stoter en Anita Jager. Mag ik even opmerken dat we op dit moment naar de eerste prijs kijken? Italië. Ah, de eerste prijs, 363 punten. Eerste en eerder prijs, Italië. Eekhoornstraat. Ja, dit is werkelijk een schitterend geheel. Heel fantasierijk ook. Ach, het ligt misschien voor de hand onderwerpen, maar je moet er maar opkomen om het zo te verbeelden. Chianti, de pizza con funghi met champignons, spaghetti. En natuurlijk Venetië zit erin verwerkt. Bekend om zijn verkeer op het water, waar vroeger nog de roeiers hun werk deden. Gaat er tegenwoordig met motorboten door de drukbevaren grachten door de stad. Ja. Maar hier is het handwerk bewaard gebleven. Dat was dus de eerste en ereprijs. Dat was de eerste ereprijs. Nog even een kleine toevoeging. Ontwerper mevrouw Binibos Harms uit Zuid-Laren. Oorspronkelijk ook een Eelderse. Onderwijzeres, arrangeur Albert Greveling uit Zwartsluis. Ook een docent tuinbouwonderwijs in Zwolle. Het gaat in een behoorlijk tempo, Ab. We hebben 18 wagens en prima. Het is wel de bedoeling dat we tot 4 uur daar zijn. Ja, ik ben bang dat als het zo doorgaat dat het om 7-8 minuten voor 4 afgelopen is. Kijk eens deze kreeft. Die is afkomstig uit Portugal. Het dorp, het strand en de zee, dat zijn de ingrediënten voor deze inzending. Portugal. Een diepvries, diepzeevissen zijn erin verwerkt. Van die espadas met van die uitpalende ogen. Ja, deze wagen is ook beloond met een heel hoge notering, 1B. De derde prijs van alle 18 dus, met een totaal van 350 punten. Ontwerper de Eeldenaar Heiko Meijer. Arrangeurs een bloembinderij uit Roden en Agnes Vijschaft uit Paterswolde. Ik wil hier nog even bij vertellen, dat is wel opvallend. De jeugd speelt gelukkig een belangrijke rol in dit corso langzamerhand. Deze wagen is geprikt door bijna uitsluitend mensen in de leeftijd van 17 tot 20 jaar. Het ziet er schitterend uit met die visnetten die hier worden nagekeken. Nou, zijn het zelfs aan het repareren. En dan duiken we de oudheid in. Want met Doris en Ionische zuilen zijn we in de buurt van Griekenland. Griekenland kreeg de 10e plaats in totaal toegewezen van de jury. Dat wil zeggen een 2C-prijs met 337 punten. De wijk Korenbloem uit Eelde heeft als ontwerper Sjouke Boyes, een leraar hier aan het Eelder Elema College voor tuinbouwonderwijs. Arrangeur is Albert Beving van de Vlucht uit Leeuwarden en Harsema uit Hoogkerk. Hoe komen die prijzen terwijl we naar deze Vestaalse maagd, of wat het wezen mag, Pallas Athene, laten we maar een beetje Grieks houden eigenlijk. Ja. Met die fraaie urn. Vragen we ons even af hoe wat men beoordeelt, die puntenwaardering, hoe komt die tot stand? Men let op 4 dingen, heb ik begrepen. Ja, de algemene indruk, de kleurencombinatie, de afwerking en het toewerk. En vervolgens wordt er dus dat de algemene indruk die wordt vermenigvuldigd met 3. En de andere 3 criteria die u noemde, die worden vermenigvuldigd met 2. En dan worden voor alle 5 juryleden dus de cijfers opgeteld. En dan kom je dus tot een aantal van pakweg 350 tot 380 punten of zo. Het jachthoornkorps Bedum uit Bedum in uw beeld. Nog een jong korps is dat, in 89 opgericht. Ook weer begonnen met geleende instrumenten, maar nu heeft men sinds kort een eigen nieuw instrumentarium. Ja. Treedt op hier in de buurt, Warfen bijvoorbeeld, maar ook al op de Bremer Vrijmarkt hebben ze zich gepresenteerd. En die kijkt ons hier zo vriendelijk aan, dat is de Luxemburg, het kleinste EG-lid. Het kleinste EG-lid, de wagen die kreeg ook een hoge notering, werd 6e. In het totaal van 18 wagens kreeg 343,5 punt van de jury en een 1D-prijs. Aldrik Lokhorst was ook hier de ontwerper, arrangeur, arrangeuse eigenlijk is Ilse Horst uit Heerde in Gelderland. Luxemburg mag dan het kleinste lidstaat, de kleinste lidstaat zijn van de Europese gemeenschap. Maar vergeet niet dat het eigenlijk de thuisbasis is van de EG. Samen met Brussel en tot op zekere hoogte met het Europese parlement Straatsburg. Daar is het instituut, daar zijn de EG-gebouwen. En Luxemburg, een bijzonder land en zeer recreatief.
vakantieland. Ontstellen veel rijden proostouwen. Is dat lekker? Daar hoor ik een accordeon. Dat zou kunnen wijzen op enige gezelligheid in het Ierse café deze. Ja, dit is de Ierse inzetting, dacht ik. Ja, met een paar opvallende dingen. Behalve de muziek zoals die in Ierse pubs ook zoveel te horen is. Springt eruit de shamrock, dat is het klavertje 3. Waarmee de heilige Saint Patrick, de heilige drie-eenheid, aan de Keltische Ieren heeft uitgedacht. En dat Ierland grote banden heeft met een Keltisch verleden, dat is ook duidelijk te zien. De Bergen die kregen een 3A-prijs met 319 punten. Ontworpen door Abel Vedder, een vrij jonge ontwerper hier uit Eelde. Arrangeert Johan Wolfaert uit Eelde. Kratje uit Dronrijp in Friesland en Chef Mulder in Zwolle. Hoe kiest een wijk nu een bepaald ontwerp aan het begin van het seizoen, vraag ik je. Terwijl we kijken naar het drumkorps Woldroffers uit Steenwijk en Wold. Hoe komt een aantal ontwerpen? Dat is daar zou je een vrij langdurig verhaal over kunnen maken. Even in het kort. Een negental ontwerpers wordt uitverkoren door het Bloemencorso bestuur om ieder twee of drie tekeningen te maken. Dat moet al gebeuren zeg maar in oktober, november, want in januari dan komen de wijken gezamenlijk bijeen om al die ontwerpen te bekijken. Die tekeningen die hangen dan in een groot restaurant ter plaatse aan de muur. Dat wordt geloot. Degene die het geluk heeft nummer 1 te trekken, die trekt zijns inziens het mooiste ontwerp qua tekening. En gaat daarmee dus aan de slag. Op die manier komt men dus tot een ontwerp. We kijken naar Schotland. En heel bijzondere muziek hobbelt er achteraan. Je ziet ze aankomen. Dat is de Clan Macbeth Pipe Band. Die kon op het laatste moment heel actueel worden ingevoegd. Schotland is natuurlijk geen individueel lid van de Europese gemeenschap. Onderdeel van Groot-Brittannië, of juister gezegd het Verenigd Koninkrijk, de United Kingdom. Maar daar waar er toch ruimte is voor 6 landen meer bij 18 wagens, meer dan de 12 van de EG, is Schotland deze inzending zeker wel waard. Schotland kreeg de 2E-prijs, in totaal de 13e van de 18. En kreeg daarvoor 330 punten. Eddie Elting uit Roden is ontwerper. En Frits Driesen, ik noemde hem al een keer geloof ik uit Zwolle, die dat werk al heel lang doet in ons corso, die is arrangeur van deze wagen. En wij luisteren nog even naar de Clan Macbeth Pipe Band uit Groningen. Duitsland, het land van de eenwording en ook van de partnergemeente, de partnergemeinde van Eelde-Wardenburg. Ja. Waar ligt dat ergens, Wardenburg? Wardenburg, dat ligt in het land Niedersachsen, ongeveer 150 kilometer van Eelde, zo'n kilometer of 10. Bij Hannover of zo? Nee, ten zuiden van Oldenburg. In Oost-Friesland? Nee, het is verder hoor. Het is verder Oost-Friesland, maar het is dus al het land Niedersachsen. Maar het is ongeveer 150 kilometer hier vandaan, zo'n kilometer of 10 ten zuiden van Oldenburg. Ook een grote agrarische stad, enigszins vergelijkbaar met Groningen, later ook werd geïndustrialiseerd. Even kijken, die ratten hier, zag je die? De rattenvanger van Hameln werd hier verbeeld. Ja, wie kent niet dat verhaal van de rattenvanger? Iedereen haalt daar zo zijn eigen zaak uit. De koekoekslokken uit het Schwarzwald. De prachtige ruïnes, de grotten. Kijk, dit is de fluitist, neem ik aan, de rattenvanger. Ja, een aardige bijzonderheid is nog deze vraag in Duitsland. Heeft een bijdrage gekregen van onze partnergemeente. En ik zie daar recht tegenover mij ook de burgemeester Eckhard Hildebrand van Wardenburg met enkele raadsleden op de tribune aanwezig. We staan er echt nauwe contacten over en weer met zo'n partnergemeente. Dat is meer of meer symbolisch. Ja, nee, het is niet symbolisch. Men heeft op het sportgebied, op het gebied zelfs van bijvoorbeeld de konijnenfokkersvereniging,
Volleybal, voetbal, handbal en al die zaken heeft men regelmatig contact. Maar ook op bestuurlijk gebied, op het gebied van vrouwenverenigingen en wat niet al. Vandaar ook dus dat deze wagen gevolgd wordt door de Spielmannsjoen uit Wardenburg. Die zijn normaal niet gewoon dat ze marcheren. Dat is dus een zittend orkest, maar voor deze gelegenheid zijn ze daarvan afgestapt en hebben ze toch gemeente mee te moeten lopen. En die hoera-petten komen me nog bekend voor trouwens. Ja, inderdaad. Nederland in de wolken. Kijk eens, de mosselen. Zeeland, zou je kunnen zeggen. Dit is de tweede inzending van over Nederland. En die vormt een weergave van de landsgrenzen, zoals Nederland ze nu in 1992 nog kent. En daar wordt op iedere vierkante meter grondoppervlak pas goed duidelijk wanneer we met als trekvogels boven ons land zouden vliegen. Dat is wat men hier wat min of meer wil uitbeelden. Deze wagen die kreeg de 2A-prijs, in totaal de 8e van de 18 dus, met 340,5 punt. Maar hoe kan dat nou, Ab? Want kijk, als we goed kijken, wij kijken nu van voren, maar op dit moment komt deze wagen langs onze commentaarpositie. En dan zie ik dat daarachter allemaal staketsels van staal zijn, die niet zijn ingevuld. Nee, dat kan dus iets zijn... Kijk hier, hebben ze in beeld. Ja, nou hebben ze in beeld, inderdaad. Ik zou zeggen, dat is slordig. Ja, dat lijkt wel zo. Alleen het is dus een min of meer kunstzinnige uiting van de arrangeur, denk ik. Oh, het is niet de bedoeling dat daar bloemen... Genoeg. Nee, het was niet de bedoeling dat daar dat bloemen niet. Kwamen. Nee, rond de zwaan. Ja. Ja, het is een schitterende inzending. Ja, het zou kunnen zijn, want ik heb mij toch afgevraagd vannacht toen we daar zo rondliepen met onze NOS-televisieploeg en in diverse tenten in de stromende regen. Kijken of die mensen niet in de zenuwen zaten of ze wel op tijd klaar zouden komen. Ja, dat is wel zo. Dat gebeurt ook heel vaak. Wanneer het dan zo 2, 3, 4 uur wordt, dan denkt men, tjongejonge, kan dit allemaal nog wel? Alleen, uiteindelijk is er nog een redmiddel. Je hoeft natuurlijk niet om 6 of 7 uur klaar te zijn als je om 9, 9:30... met de wagen op de baan bent, dan is dat ook goed. En bovendien, mocht er enkele vierkante meters overblijven, dan heeft men altijd materialen achter de hand, waardoor men dus in een kwartiertijd enkele vierkante meters kan bedekken. Nou, ik heb daar grote bewondering voor. Hoe men zich daarvoor inzet. Kun je je ook, want er is natuurlijk een grote sociale controle, kun je er ook aan onttrekken? Dat je zegt, jongens, ik heb eigenlijk, ik woon hier in heel de lucht, maar ik heb geen zin om mee te doen. En sterker nog, doen mensen dat? Het is natuurlijk wel zo, Eelde heeft meer dan 10.000 inwoners. En ik denk, dat is door de voorzitter bij de opening ook dacht ik gezet, dat er zo'n 3.000 meedoen. Mag ik je even interrumperen om even als ondersteunend woordje te zeggen dat we naar de Zeemeermin van Kopenhagen keken, naar het Lego. Het Legoland, nou dat weet iedereen wel zo'n beetje, dat ligt in Billund in Denemarken. Dus we kijken weer naar het moeilijke eentje in de EG, want... bij het referendum was het nee van het volk tegen de EG. En in Ierland is het allemaal nog goed gekomen. Maar of het straks in Frankrijk goed is, misschien wordt het wel een heel actueel corso, Ab. Maar dat je nooit meer iets over Europa zou kunnen doen als de referenda zo aflopen als in Denemarken. Het is niet te hopen, maar deze wagen die kreeg dus ook een waardering 2D, 331 punten. Aardige bijzonderheid, twee aardige bijzonderheden. Gesines Mulder, ontwerper uit Eelde afkomstig, is de jongste. Hij met zijn 23 jaar. Arrangeur is Tom Brouwer uit Olst. Nog een bijzonderheid is dat deze wijk een week of 8 geleden getroffen werd door brand. Waarschijnlijk door brandstichting. Maar in ieder geval waren ze al hun materialen, zijn er bijvoorbeeld de lasapparaten en de dioden en dergelijke, allemaal kwijt. Maar door hulp van vele kanten is het gelukt om binnen 2 weken de zaak te vervolgen. Waardoor men dus direct na de bouwvakvakantie weer volop aan de slag kon. En de sprookjes van Andersen, dit is, als we mee kunnen lezen, het lelijke eendje. Ja. Andersen uit Oerdense, waar hij in zo'n heel klein huisje heeft gewoond. Waar je, als je je even uitrekt en niet al te klein bent, dan kun je zo de dakgoot aanraken. Dat is heel sprookjesachtig ook in deze inzending Denemarken gerealiseerd. Het is ook een prachtige wagen, ik denk ook. Want er wordt ook nog door het publiek een wagen gekozen als zijnde de mooiste. Dat kan natuurlijk niet vanmiddag bekend worden, dat wordt pas later bekend. Maar dergelijke soort wagens, die doen het vaak in de ogen van het publiek op de tribune en langs de weg heel
goed. Nou, dat mag dan onderstreept worden door Vetbeck Garden uit Holte. Dat klinkt weer Hollands, maar het is een plaats in Denemarken. Het eerste Deense muziekkorps dat hier in Eelde optrad, bestaat geheel uit meisjes, heb ik begrepen. Ja. 50 meisjes van 14 tot 25 jaar en een van de oudste muziekkorpsen van Denemarken. 34 jaar geleden opgericht. Frankrijk, we hollen Europa door met grote sprongen. Ja, in Frankrijk, we hebben al Parijs gehad met de Eiffeltoren. Ja. Hier zijn weer enkele andere bekende zaken uit Frankrijk op ludieke wijze tentoongesteld. De mooie stranden, de Alpen, maar ook de Franse wijnen. Ja. De wagen die kreeg een 2B-prijs. Dat is dus ook een vrij hoge notering. 9e van de 18. Zat dus nog net bij de beste helft van de wagens. 339,5 punt. En die werd ook ontworpen in dit geval door Homan Bonder. Ik had het er al eerder over. En arrangeurs waren Aleida Derks en Klaas Dijkstra uit Maren. Dat ligt in het Westenkwartier. Kijk eens, de Franse Musette, de wijn, het stokbrood, de bistro, het café. Die wijk is wijk Elderwolde. Op Wettel is geweer Altijd, de Adeleurs, Jannik Drijsma, Heidi Drijsma. Met de champagne de achter de hand was dit Frankrijk. Ja, dan zijn we de laatste wagen toe, Italië. Maar hij heeft ook een hoge notering. Hè? Italië heeft een hoge notering. Het is namelijk de tweede wagen van het Corso. De 1A-prijs met 359 punten. Zat dus slechts 4 punten achter de winnaar. Elderwolde, ontworpen door Eddie Elting uit Roden, arrangeurs Jannie Druisma, Peter van Nimwegen. En, nee, dat waren ze, Jannie Druisma, Peter van Nimwegen. En deze wijk, Elderwolde, dat is dus het kleinste dorp van de gemeente Eelde. Met zijn 400 inwoners vlak tegen de stad Groningen aangelegen. Er zijn veel rode dahlia's op verwerkt. Nessio heten ze. Er is ook veel laurierblad op deze wagen verwerkt. En Sophia Loren. Ja, Sophia Loren. En zelfs koolblad. Deze schoenen zijn van bessen gemaakt. Hè? Dat hebben we gisteravond nog gezien. Dat is ook fantastisch. Die schoenen zijn van bessen gemaakt. Er liggen ook een groot aantal schoenen, paren schoenen op de wagens. Op de wagen en die zijn verzameld eigenlijk uit het, in het dorp. Men heeft een oproep geplaatst in het plaatselijk weekblad. En daar kreeg men zoveel respons op dat er enkele honderden paren schoenen zijn overgebleven. En die zijn inmiddels op weg naar Polen. Waar ze nog een sociale functie vervullen ook. Een waar tweede gebruik. Ja. Kijk, ja, die motor, ja, snelheidssporten zijn in Italië zeer populair. Monza, het circuit van de auto en de motorsport. Ja. Ja. Er zit een schoen vast, geloof ik. Die is tegen het hek aangelopen. Het lijkt er wel op. Ja, hier zo. Het lijkt er wel op. Dat zal ongetwijfeld liggen aan de breedte van de wagen. Kijk, hij wordt daar al min of meer ontzet, denk ik. Er zullen over niet al te lange tijd wel een paar sterke figuren naar voren schuiven die wagen weer lostrachten te maken van die dranghekken. Ja, die wagens mogen 12 tot 15 meter breed zijn, want anders komen ze niet door de bochten. Nee, en ze mogen ook niet breder zijn dan 4 meter en niet hoger dan 5. Ja, nu had ik eerlijk gezegd vernomen dat min of meer als gerucht door de wind en dat er iets met een as was van mis was met wagen nummer 18. Want toen zeiden we, regisseur Rudolf Spoor en producer Bert Roeleveld en ik nog tegen elkaar, gelukkig dat het nummer 18 is, want dan hebben we alles gehad. Ja, dat is zo. Dat blijkt nu dus ook wel. Alleen, kennelijk zit die wagen daar nog vast. Het blijkt uit het beeld. Inmiddels hebben we dus ook inderdaad de hele ronde, het hele Corso in eerste ronde gehad. Er komt nog een tweede ronde.
Vervolgens gaan de wagens weer naar dezelfde plek hier voor de tribune. Worden zij opgesteld vanavond tot 10 uur en morgen de hele dag. Morgenmiddag van 2 tot 4 komen daar bovendien ook nog alle figuranten weer op de wagens te zitten. Zodat zij die dus niet in staat waren om vandaag dat Corso eigenlijk te bezoeken of toch nog door het weer zijn thuisgebleven, morgen een herhaalde kans krijgen om nog eventjes naar Eelde te gaan. Van 9 tot 6 uur staan ze dus hier weer op dezelfde plek. Ja, nou hopen we dat ze Italië weer vlot krijgen, want dit land is binnen de EG ontspoord hier. Zonder referendum en toch van de wal in de sloot. Als het Frankrijk geweest werd, dan zou je er haast wat van denken met het naderende referendum. Dat zou een vervelende profetie zijn. Ja, het ding schijnt muurvast te zitten hoor. Wat moet er nu gebeuren? Want daar gaat je tweede omloop, Ab. Nou, ik denk dat er wel een oplossing gevonden wordt. Kijk, ja, ik denk dat hij op dit moment zelf alweer in beweging is. Maar desnoods wordt hij dus gewoon aan de kant gezet om de andere 17 wagens dus de mogelijkheid te geven nog een rondje te maken samen met de muziekkorpsen. Hij staat tegen de verhoging aan die voor onze vierde camera is gepland. Want kijk, dit is uit die, vanaf die camerastandpunt. Rechtsboven zie je hier de cameraman. En ja, dat is niet zo 1, 2, 3 verdwenen. Dus ze moeten manoeuvreren. Die wagens die hebben natuurlijk een enorm gewicht van duizenden kilo's. Waarbij nog komt dat de bloemen gisteren dus niet overal geheel droog zijn overgekomen op de wagens. En dat geeft natuurlijk al vrij snel enkele honderden kilometers extra gewicht. De schoen wrikt. Wat is nu het bijzondere eigenlijk als je dat moet omschrijven van het bloemencorso hier in Eelde? Ik heb Zundert al genoemd en Aalsmeer in mijn inleiding. En kijk, Italië heeft wel een veer om niet te zeggen een dahlia moeten laten. Wat is nu het typische? Dit is een dahlia. Hier zien we ze liggen helaas in de goot nu van die schoen. Het is een dahlia corso, net als Zundert. Hè? Het is een dahlia corso met dien verstande dat Eelde toch meer aan toeveeg doet. Wat je dus in het corso Aalsmeer heel veel ziet. Namelijk bloemsierkunst in optima forma. Dat zie je hier in Eelde dus ook op de wagens. Vandaar ook de arrangeurs, wat vaak dus heel deskundige mensen zijn op bloemengebied. Die dus zeer fraaie toewerken maken. En daarvoor geeft de jury dan ook een bindersprijs. Het bijzondere van het Corso Eelde, dat is ten opzichte van Zunder dus het toewerk. Ten opzichte van Aalsmeer de aanwezigheid van grote velden. Dahlia's, zowel in werkelijkheid op de grond als op de wagens in het Corso. Ik denk dat er nog een verschil is. Dit Corso is bij uitsluiting natuurlijk niet commercieel. En het is dus puur een product eigenlijk van de gemeenschapszin van zo'n dorp als Eelde. Men werkt daaraan, men heeft daar plezier aan. Vele maanden van het jaar eigenlijk. Eigenlijk het hele jaar door, maar de laatste weken natuurlijk wat heviger. En het geeft een enorme binding, vooral in nieuwe wijken. Als je ziet het Spierveen, dat vorig jaar de eerste prijs kreeg, wat de grootste wijk is geworden in de laatste 10 jaar van de gemeente Eelde, met zo'n 700 gezinnen. Dan zie je daar wonen dus vogels van diverse plumage, mensen van diverse leeftijd. Mensen afkomstig uit onze grote nabuurstaat Groningen. Maar ook oud-Eeldenaren en die vinden zich dan uitstekend in zo'n Corso-wijk. Waardoor zij dus een stukje gemeenschapszin kweken die later eigenlijk nauwelijks nog iets weg te denken. Hier wordt een pumpje gelicht. Ja. Daar gaat de eerste prijs aan. Ja. Nou, er zit weer beweging in het geheel. Kijk, blijven met restanten en dahlia's over. Om hoeveel dahlia's gaat het nu? Trouwens, ik wil nog even teruggaan op Zundert en Aalsmeer. Er is natuurlijk een soort concurrentie. Gezonde concurrentie mag ik aannemen. Met name tussen Zundert, waar de NOS 3 jaar geleden was. Ja. Of was het 2 jaar geleden bij de grote Vincent van Gogh bloemencorso. Ja. En daar gaat het op ongeveer dezelfde wijze. Ook met wijken waar je mensen ieder hun eigen wagen maken. Het gaat ook om dahlia's. Dus er is een zekere overeenkomst. Ja. Maar jullie helpen ook elkaar. Hè? Ik heb begrepen dat Zundert last van hagel heeft gehad. En waar komen dan de dahlia's vandaan? Uit Eelde. Ja. Precies. Vrijwel precies een week geleden, is Zundert dus getroffen door een enorme hagelschade. En prompt kreeg
secretaris Gerrit Havenman van het Corso dus bericht doen we dan. En de wijken die werden in het geweer gebracht. En men bleek dus in Eelde gelukkig zoveel dahlia's te hebben dat men niet alleen die 1, 2, 1,3 miljoen dahlia's voor het eigen corso kon. De jongens van Actief zijn inmiddels weer met de vlaggen onderweg. Het zijn de B2 junioren, knaapjes van in de leeftijd zo van 13, 14, 15 jaar. Ja, het is de bedoeling, Apolding, dat wij één omloop meemaken. Die hebben we gezien tot en met het stranden van Italië. Maar gelukkig is dat toch weer op drift geraakt. En zo kan het Bloemencorso in Eelde hier zijn fraaie werk gaan voortzetten met een tweede omloop. Weten we al hoe het volgend jaar, wat het volgend jaar motto zal zijn? Ja, dat is ook al bekend. Dat moet wel, technisch gesproken. Men kiest altijd het motto voor het volgend jaar, voor het corso van dit jaar. En dat motto dat zal zijn ambachten. Mooi zo. En met deze mededeling van mijn collega Ab Odding. Ik heb gewoon niet eens gezegd dat we eigenlijk collega's zijn, want jij bent redacteur van Dorpsklank. Ja, collega's op verschillend niveau, laten we dat maar vertellen. Nou ja, verschillende media ook. Hè. Ja, televisie is weer iets anders dan de geschreven pers. Dit was dan echt televisie zoals het behoort te zijn. Naar mijn smaak, dames en heren, jongens en meisjes, kijkers bij de buis. Want dit is wat u nu op dit moment ziet, wat elders gebeurt. Dat is het wezen van televisie. En zo hebben we kunnen kijken naar het Eelde Bloemencorso. Het Bloemencorso hier in het noorden van Drenthe. Weliswaar onder de rook van Groningen. Europa 92. We hebben met veel plezier gekeken. En met deze bloemkool sturen wij u weer naar huis. Bedankt voor uw aandacht. Nog een laatste restje pizza. Dit was het. Zo dadelijk terug naar de studio in Hilversum. Einde van de uitzending van Nederland 3 voor dit moment. Om 5:05 zijn we bij u terug met het nieuws voor doven en slechthorenden, gevolgd door Studio Sport met wielrennen en tennis. Dus graag tot straks.